Donderdag 6 oktober, anderhalve week voor de herfstvakantie. We gaan naar Saarburg. Hopelijk met de rest van de week en volgende week wat mooier weer, maar anders vermaak ik me ook wel. Kleine 80 kilometer, een uurtje rijden en dan zijn we op de camping. Het is nog steeds stakken weer. Maar dan mag de pret niet drukken. Er zijn ook mensen aan het werk nu met die takken weer. We zijn in Trier. 20 kilometer. Ja, ja. En het beestje trekt het allemaal maar. Toch? De ene haar spelt curve naar de andere. We zijn er bijna, die zijn er bijna, hebben nog niet kans en gar kans en gar. Kijk, daar is de Sesselbaum. Daar is de camping. Heb ik een mooi plaatsje? Of heb ik een mooi plaatsje? Zo. Gaan we hier wel van maken, ondanks het weer. Die wolken daar langs de heuvelrand doen me aan Briens denken. Was het meestal geen goed teken als ze zo halverwege de berg gingen. Het is hier in Duitsland al herfstvakantie. Vandaar dat er toch nog wat caravans staan met dit slechte weer. Ik zit lekker een boekje te lezen. Kijk wel of het vanmiddag wat mooier wordt. Toen begon eindelijk de zon een beetje te schijnen. Dus ik wandel nu door het park naar de Sesselbaan. Om daar naar beneden te gaan en een kijkje in Saarburg te nemen. Het begint al aardig herfst te worden, zie je wel. Ik loop hier door het enge bomenbos en ik ben er bijna, want hier zie je de Sommerrodelbaan. Er zullen nog niet veel mensen in gaan zitten met dit weer. En daar beneden is het restaurant en is de stoeltjeslift, de Sesselbaan. Daar gaat de Sesselbaan waar ik strakjes in zit. En daar gaat de Saar. En daar heb je de oude binnenstad van Saarburg. Daar ben ik over een half uurtje. Hopelijk blijft het nog even droog. Nou, een uur of 18 geleden trok mijn golfje de caravan nog hier tegenop. En nu zit ik weer in mijn stoeltjeslift. De eerste keer dat ik erin zat, heb ik in de stoeltjeslift Mien nog gebeld dat ik erin zat. Dat hoef ik nou ook niet meer te doen. Daar heel in de verte, daar is die uitkijktoren, die staat een eindje van de camping vandaan. Daar ben ik wel eens naartoe gewandeld. Als het een beetje beter weer wordt, doet dat nog wel een keertje. En daar heb je het slos.
misschien straks al even naartoe. En we zijn bijna aangekomen. Kijk, die mensen daar eens mooi wonen. Hoewel, wel aan een drukke weg. Ja, ik vrees dat ik daar van de week toch ook een keertje op ga zitten. Wat zou het niet leuk zijn als ik hier met mijn bootje kon komen, toch? Maar goed, het is niet anders. Dus, overkant lopen zonder overreden te worden. Is het hier mooi? Of is het hier mooi? Nee. Gaan we dan. Dus geen eindelijke zon. Dat had een chauffeur nog kunnen. Dat had geholpen. Ja, ja. Is die daar oom een keer nog? Wie de? Is die oom een keer nog? Ja, Landau, ja. Ja. Is die ook? Nee. Oh, oké. Okay. Wonen hier in Konn. Oké. Okay. Wenn ich Besuch habe, dann bringe ich die Leute immer hierher. Ja, sehr schön. Ich bin schon manchmal hier gewesen. Jedes Mal wieder. Ja. Museum. En daar is het
Mühle Museum. Dan ga ik straks in, dat is pas om 2 uur open. En daar heb ik de vorige foto's en filmpjes gemaakt. Dit is maar wat. Een oude drukkerij. Een letterzetmachine. Prachtig. Schoenmakerij. Aangezien het inmiddels stroomt van de regen, dat ik nog een uur moet wachten voordat het andere museum open is, waar ik al een kaartje voor heb. Zit ik hier nu binnen en ga ik een lekker schnitzeltje eten. Nou, ik heb geen poten meer over om op te staan. Maar ik ben weer thuis. Ik heb niet eens de moeite genomen om de lifehold neer te zetten. Want dit wordt geen vakantie om buiten te zitten. Dat is niet nodig. Lekker binnen. Kopje koffie. Mooi filmpje. Ik heb ook een paar mooie boeken bij me. Projekt, deswegen kennen Sie sich dort besonders gut aus und da werden ganz neue Techniken eingesetzt. Was für welche sind da neu, was man noch nicht so kennt? Wir gehen in die Richtung Assistenzfunktion. Also wir wollen den dem Häuslebauer, dem Bewohner, energiesparendes Verhalten erleichtern, indem wir ihn darauf hinweisen, wo er besonders viel Energie